We zijn hier op een hele bijzondere plek, bij het luchtmeetstation van de gemeente Almere. De provincie Flevoland heeft in de provincie nog maar één meetstation. Tot voor kort. Bij Biddinghuizen, jaren 80, Almere 35.000 inwoners. Nu wonen daar 200.000 inwoners en er komen nog veel meer woningen bij. Om die reden hebben we besloten om hier een extra luchtmeetstation te realiseren. Samen met de gemeente die de grond ter beschikking stelt en de energierekening betaalt, hebben we dat opgedragen aan de GGD om dat te doen. Enkele jaren geleden had het RIVM onderzocht waar de blankspots waren ten aanzien van luchtmeetstations in Nederland. Een van de blankspots was Flevoland. Toevallig wilde de Raad van Almere dat we ook luchtkwaliteit gingen meten in plaats van berekenen. Toenmalig wethouder Jan Hoek vond het een heel goed idee om luchtkwaliteit te meten in plaats van te berekenen. We hebben onderzocht wat het project inhield om zo'n luchtmeetstation te realiseren in Almere. Het bleek een heel groot project te zijn. We hebben dit idee geopperd bij de provincie. Die vonden het een heel goed idee en hebben het verder opgepakt. Nou, we zijn hier bij het nieuwe luchtmeetstation in Almere. Daar wordt gemeten door de GGD Amsterdam, een van de overheden die dit heel goed kunnen. Er wordt hier heel veel gemeten. Fijnstof, ultrafijnstof, stikstofoxides. En de gemeente Amsterdam heeft geld gekregen om houtrook te gaan meten. En gaat dat ook hier verzorgen voor de gemeente Almere en de provincie Flevoland. Dus eigenlijk een soort cadeautje. Open haarden en barbecues geven heel veel fijnstof en roet. En daarom zijn we heel blij met het cadeau van de GGD om dat hier te goed te gaan meten. We zijn inmiddels ook begonnen met het opzetten van een meetnet in de provincie, gebaseerd op instrumenten van burgers en bedrijven. En die kunnen straks op basis van de metingen die we hier meten, heel goed bepalen hoe het zit met de kwaliteit van de lucht die Flevolanders inademen.